En ik denk dat dat heel gaaf is, dat we die roze candywereld mixen met de rock'n'roll wereld. Mm. Ah, ik zie al heel veel roze. Nee, dag. Je kunt nog terug, hè? Je kunt nog terug. Mijn naam is Daan Boom en zolang als ik leef, ben ik bezig met muziek. Al vanaf jongs af aan ben ik onder de indruk van alle legendarische artiesten die ons land heeft voortgebracht. En daar zou best wat meer aandacht voor mogen zijn. Daarom ga ik met mijn goede vrienden, regisseur Tobias Kamman... en steun en toeverlaat Stijn van Vliet... heeft hij nou weer? ...een muzikaal avontuur aan. Je ziet het in de platenzaak. Hey jongens. Ja, waar zijn we, Stijn? Nou, dat zien we toch? Ja. In de hel! We zijn in Maaskantje voor het Mega Piratenfestijn. Ja. Ik had gehoopt dat je nooit hoefde te komen. Ja, ik heb iets uitgezocht. Ik heb een artiest gevonden die bij gratie van God met jou wil werken. Oh, je hebt gewoon al iets geregeld. Ik heb iets geregeld. Had je dat niet even kunnen overleggen? En je moet even die sfeer... Lood in de schoenen. Nee. Het is tijd om kennis te maken met de mystery guest van vanavond. We zijn ondertussen op alles voorbereid. Hier zijn de mannen van Mooi Mark! Oh! Mooi Mark! Ja, dat vind ik heerlijk! Mooi Mark! Jongens, we zijn die mannen in handen in handen! Jalo! Mooi Mark bestaat al 30 jaar. De boerenrockband is wereldberoemd in het oosten des lands. Een grote landelijke hit scoorden ze nog niet. Maar velen kunnen hun song In de Blote Kont uit volle borst meezingen. Ik ben hier echt blij mee. Ik ken deze gasten namelijk. Ja? Ja, ik ken deze muziek. Wordt heel veel gedraaid in mijn voetbalteam. Ja. Het is boerenrock. Het is echt dialect. Maar ik vind het echt vet. Daar komen ze. Ja. Gefeliciteerd met het spetterende optreden. Hallo. Hallo, ja. Bier, jongens. Kom, ga bier drinken. En we vallen met onze neus in de boter. Want Mooi Mark heeft vanavond nog een optreden. In Groningen. En wij mogen met ze mee in hun tourbus. Ah, dankjewel, man. Ja. Normaal is de regel, alles wat er in de bus gebeurt, dat blijft in de bus. Of op YouTube. Oké, dan zal ik... Proost, hè? Wie van jullie schrijft de liedjes? De tekst. Ja, dat doen we eigenlijk in collectief. Maar het is altijd in dialect. Ja, ten eerste zijn we daar trots op. We gaan ook niet onszelf nou in één keer neerzetten... omdat we dan succes willen hebben bij een of ander programma... dat we het Nederlands gaan doen. Dus nee. Kijk je nou bij deze al vertellen? Oké. Okay. We gaan Nederlands gaan, dat is not done. Jongens, achterin moet iets meer drinken. Stijn, heb je gezien wat hier nu op staat? Wat? Wat is er? Ik zit er ook recht voor, hè, jongens? Even omhoog. Oh, God. Ja, zeg. Er staat een paard op de gang. Is de brandweerweer. 200 kilometer, 2 kratten bier, 3 plaspauzes en 5 pornofilms verder zijn we eindelijk in Groningen. En ook daar wordt Mooi Mark enthousiast ontvangen. Zoals Tobias al zei, hij is in de hel beland. Hij vindt het echt verschrikkelijk. Tobias, stop, hè? Ook en rol, motherfuckers. Ja. Ja. Oké, maar zijn we naar huis? Ja, alsjeblieft. Ja. Haal de auto. Auto? Ja, haal de auto. We zijn hier met hun. Holy shit. Na een hele lange terugrit en een hele korte nacht... zitten we de volgende dag alweer in de studio. Bert, de leadzanger, die gaf mij eigenlijk al een soort van hint. En die zei, het lijkt mij wel vet om iets te maken... zoals Aerosmith en Run DMC. Yes. En ik zie mezelf toch in deze samenwerking gewoon eigenlijk als Run DMC. Ja, zoiets. Hey, dit gedoe! En de
fuck you! Ik heb geen zin in die shit. Met de stress in ons lijf trekken we weer de polder in. Voor de zekerheid hebben we op neutraal terrein afgesproken. Een bostheater. Hallo. Ik heb een moodboard mee. Nou, willen jullie het alvast even zien of willen jullie dat het ook voor jullie een verrassing is? Nee, in godsnaam, laat het maar zien. Nee, ja, want dan kunnen we hem nog wegpleuren. Nee. Jawel. Ja. Zal wel geen gitaar neerkomen, nee. Ik ga niet dansen, wat er ook gebeurt. Dus het is dus eigenlijk een clash tussen Rammstein en K3. Dus een clash tussen... hele gave hardrock en een roze unicornwereld. Oh, god. Oh, ja, ik schrik hier een beetje van. Kunnen we? Ja. Oh, ja. Wacht, dan doe ik even zo achteruit dat ze het niet zien. Zo. Hallo. Hey. De heren van Mooi Wark. Welkom bij de pitch. Het leven is gedoe en het maakt me fucking moe. Ik heb geen zin in die shit en als het in het bedin zit, ik en dat daar dan weer. Na mijn vloeiende presentatie is het de beurt aan Tobias om zijn weldoordachte clipidee te verkopen. Over. Waarom doe jij een stap van mij af? Jullie staan allebei, nu sta ik er ineens alleen. Nee, oké, we moeten wel. Van, ja, het is allemaal hele stoere mannentaal, mannenmuziek. Alles is heel masculien. Dus we dachten, misschien is het ook wel leuk om een wat zachtere kant te laten zien. Dus eigenlijk hadden we voor de clip een soort Rammstein. Heftige rockclip, veel flitsend licht, zwart-wit shots. Al dat rockgeweld meets My Little Pony. En ik denk dat dat heel gaaf is, dat we die roze candywereld mixen met de rock'n'roll-wereld. En dat heb ik even gevisualiseerd voor jullie, zodat jullie dan wat meer een idee krijgen bij hoe de clip er dan zoal uit gaat zien. Zoals een oud Drents spreekwoord zeg. Zo. Dit is pijnlijk. Is dat, maar ja, dat weet ik dus niet. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben benieuwd dat er in ieder geval gitaar is. Dat, ja. Hier kunnen we wel mee. Ja. Ja, maar ja, om dan in een razend majoot te gaan staan, live rock and roll. Ja, dat is bij mij nog niet het gevoel dat ik denk van, nou, hier hebben we het over 20 jaar nog over. Ja, daar zullen ze het wel over hebben. Maar... Ja, dat denk ik wel. Maar dan niet in het kader van donders. Toch geen make-up of wat, dat toch niet of wel? Nee. Nou, ja. Nou, het lijkt me, nu jij dat zegt, lijkt me wel heel vet. Goed idee. Eigenlijk. Ja, goed idee. Dat gaan we doen. Bert, je moet allemaal te praten. Je moet een beetje vertrouwen hebben. Ja, dat gaan we proberen. Het wordt nog een hele klus om Mooi Wark aan de roze rok te krijgen. En om deze samenwerking niet nu al te laten klappen, gaan we verder op een plek waar de mannen echt zichzelf kunnen zijn. Hun eigen studio. Ik heb dus een beetje moeite met teksten als verman jezelf en wees nou eens een vent. En dan denk ik, ja, maar mag ik dan niet janken? Natuurlijk maar dat, zeker. Degene met de grootste bek of wat dan ook, dat zijn juist de mannen die stiekem een noekje zitten te huilen van... Je moet het ijzer smeden als het heet is. En aangezien we toch in de studio zijn, meteen maar opnemen voordat ze zich bedenken. Kap met dat gejank! Want je bent en blijft een man! Doe je kopje omhoog, maar jezelf houden droog, want dan word je sterker van! Je wordt een hit! Het kan gewoon op koffie, Dennis. Doen jullie nooit veel drank en poespas in de studio, dingen schrijven? In de studio eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik zit net uit de leng. Wij drinken geen drank in de studio. Wij drinken geen drank. Is het niet janken, maar... Het liefst jank ik elke dag. Moeilijk, dat moet je maken. Ja, dat is hem, hè? De liedzanger heeft ons onbedoeld op een heel goed idee gebracht. Make-up. En om de kosten te besparen, heeft Stijn een spoedcursus voor zichzelf geregeld. Ze vinden het niet fijn als je bijvoorbeeld dit soort tinten dan gaat opdoen. Blauwe. Dan voelen ze zich onzeker worden. Ja. Om het vak echt goed te leren, heeft Stijn natuurlijk een model nodig. En die heeft hij onder valse voorwenselen naar zijn huis gelokt.
Welkom. Ik moedig dit aan. Ja. Ik vind het heel goed dat je deze cursus nu volgt. Alleen dit ga ik niet doen. Ah joh. Wat ik ga doen is eerst je huid goed schoonmaken met een dagcreme. En daarover ga ik een primer doen. Zodat alles wat er op je gezicht komt zometeen, dat dat ook goed hecht en blijft zitten. Wie ben jij en wat heb je met Stijn gedaan? We gaan de ogen opbouwen met de kleuren die jij ook had bedacht voor in de videoclip. Hoe ver moet hij? Tot hier? Ja. Jezus Christus, Stijn. Ik zie er gewoon uit als een oude lesbienne met een midlife crisis. Sorry. Nee, ik vind het gewoon heel lelijk. Manusje van alles Stijn heeft niet stilgezeten. Hij heeft niet alleen de visagie geregeld, ook heeft hij unicorns, suikerspinnen en andere roze dingetjes verzameld in de studio. Hier gaan de heren van Mooi Wark straks kennis maken met hun androgyne kant. Het is weer clipdag. Tobias, favoriete dag. Er is natuurlijk ook een plan. Dus ik moet ze uiteindelijk de heren ook in roze kleding gaan zien te krijgen. Daar maak ik me nog een beetje zorgen om. Ze zijn er nog niet. Ze hebben hun outfits nog niet gezien. Dus ik hou de deur van de kleedkamer ook nog even dicht. Dan zien ze dit nog niet. Want ik wil het stap voor stap op ze in laten werken. Niet tegelijk in onder de koude douche. Maar we gaan langzaamaan de douche een graadje kouder zetten. Totdat ze dan hier dus uiteindelijk in roze outfits in een roze decor staan, ja. Er is flink wat geld in de kostuums gaan zitten. En dat kon natuurlijk omdat Stijn vandaag de visagie voor zijn rekening neemt. En ik ben zijn eerste slachtoffer. We gaan even bij jou ook beginnen met een lekker even een laagje. Wat doe jij? Wat is dit voor techniek? Dat is even de neus. Je hebt een hele grote neus. En hoe is het thuis? Doe een iets donker kleurtje bij je inhammer, zodat het iets minder opvalt. Zo, wat is dit? Wat is de bedoeling hiervan? We zijn dressed to the occasion, maar nu komt misschien wel het spannendste moment van de dag. Krijgen we deze meedogenloze rockers in de zuurstokroze pakken? Ah, ik zie al heel veel roze, jongens. Nee, dag. Ja, ik zal het even erbij pakken. En dan treedt Tobias' plan in werking. Eerst dreigen met de tutu's en dan maar hopen dat ze de roze pakken aandoen. Ja, maar Jochie, ik heb een kont van, weet ik veel, twee verschillende pascodes. Het valt mee, deze hoeft niet aan. Kijk, er zijn die andere schitterende outfits. Oké. Okay. Anders moet je in je blote benen, die zijn ook roze, dat kan ook, ja. Ik hier rollen, kijk wat doe je? Nu de make-up in, jongens. Oké. Okay. Die wangetjes, zo blijft het beter op het gezicht zitten. Nog plannen voor het weekend? Spelen. Vanavond spelen. Vanavond spelen ook. Ja. Top. Heb je nou serieus oogschaduw? Oh my god, ik zie het niet pas. We gaan een aantal gevoelige stukjes opnemen. Dus drie stukjes. Eén is... Mannen emotie tonen. Kijk eens even. Amsterdam, Amsterdam. Kijk met de camera. Nee. En in de camera, lacht maar een beetje. Ja. Heel goed. Ik heb lekkere macaron. Ja, smikkelen. En dan zijn we er nog niet. Mooi Wark moet nog iets verder uit hun comfortzone. Want echte mannen moeten huilen. Ja, en huilen, huilen. Potverdikkie. Oh, dit raakt je echt. Maar laat de tranen maar stromen, hoor. Ja. Pak hem maar eens even heel goed mee, die gitaar. Het is het enige wat nog om je geeft. Maar ja. Na de tranentrekkende scènes, en we moesten er heel hard aan trekken, is het dan eindelijk tijd om samen met Mooi Wark te rocken. Kap met dat gejank, want je bent en blijft de man. Doe je kopje omhoog, van mij jezelf aan het droog, want dan word je sterker van. Dames en heren, het is rap! Een keertje binnen de tijd. Lekker bezig. Na een emotionele achtbaan vol grensoverschrijdende momenten is de allesbeslissende dag aangebroken. De première van de videoclip.
Rockt Mooi Wark ook in het roze? Ja, hallo allemaal. In het bijzonder heren van Mooi Wark. Welkom bij deze première. Ik wil jullie uitnodigen om op de eerste rij, de VIP-rij, te komen zitten. En dan gaan we de clip Mag je een flesje bier met Len? Ja, neem maar mee. Hoe is de sfeer, jongens? Oh, spannend, hè? Ja. Zijn jullie ergens bang voor? Ja, mijn reputatie, maar voor de rest... En ik ben zeer benieuwd wat uit die geest van Tobias komt. Nou, het is redelijk schizofreen wat er dit keer uit is gekomen. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Oh, ga je nou niet zo indekken? Het is zijn verantwoordelijkheid. Ja, dat bedoelt hij te zeggen. Dus als jullie boos zijn, dan moet je niet bij hem zijn. Dat is eigenlijk wat Daan nu probeert te zeggen. Is goed. Ja. Even ruk, nieuwe tools in de kist, ja, dat is mijn geluk. Man up, ik stap achterop bij mijn grap met die V8. Pompen met gewichten met mijn grote geslacht. Stompen zonder zichten, want ik ben toch niet zacht. Bier en tieten, met thuis bij mijn wijf, daar huil ik stiekem. Kap met dat gejank, want je bent en blijft de man. Doe je kopje omhoog, vermaak jezelf wel droog, want dan word je sterker van. Wie zegt dat niet janken mag? Goeie make-up, jongens. Ja. Ja, ik vind het al leuk ook nog. Ja. Ik vind nee, donders. Nee, klasse. Ja. Je hebt ons niet echt helemaal van joker gezien. Nee. Ik ben rock and roll naar moet ja. Zo, ik versta niet allemaal helemaal wat jullie zeggen, maar borrelen, als ik het zo goed heb verstaan, de borrelen positieve geluiden. Ja, absoluut. Ja. Donders. Donders, inderdaad. Donders. Ja, donders. Misschien is het een idee, jongens, als we hier nog even op proosten. Dan was het zo'n leuke dag. En dan ga je, kom je met champagne. Nee, het is bier. Oh. Ja. Maak je geen zorgen. Okay. Wees de rest sowieso. Je kunt niet meer zomaar overal vooroordelen over hebben. Nee. Dus laat het een wijze les zijn voor iedereen in de landen. Proost waard. Proost, jongens. Proost. Proost.